Er inmiddels gaat 2 maal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day to have a good day. Daily Minutes. Oh, mijn stem wil niet. Daily Minutes. 10 november 2021. Dit is het bulletin van woensdag. Daily Minutes, 10 november 2021. Dit is het bulletin van woensdag. Ja, de stem doet het een stuk beter nu. Ik denk dat het kwam omdat ik een poos niet gepraat had. Meerdere dingen. Een paar dagen geleden werd ik door Koele Pascal, PA3FKM, attent gemaakt op een heel klein korte golf. Het zendontvangertje. Dan heb ik 2 jaar geleden een Xiegu G1M G-Core gekocht. Het is een mondvol. Maar dat ding dat bevalt me zo goed. Ik heb meerdere van dat soort kleine zendontvangertjes. De meeste voor één band. De meeste alleen voor CW. Het is een beetje mijn gekte dat ik die dingen leuk vind. Als ze heel klein zijn. Maar die Xiegu die is zo leuk dat die eigenlijk sinds ik dat ding heb ik niet nog een andere transceiver gebruikt. En ik werk voornamelijk QRP. Hè. Maar Pascal die maakte me attent op een apparaatje wat er enigszins op lijkt, maar wat nog veel kleiner is. En het ding dat geeft wat minder zendvermogen, tussen de 3 en de 5 watt staat er ergens. De Xiegu geeft vaak wel 7 of 8 watt in de praktijk, die is gespecificeerd voor 5. Maar dat komt wat meer uit. Maar de Xiegu zendt maar op 4 banden, 80, 40, 20, 15. En dat kleine nieuwere apparaatje, waar ik nog niet kende, dat doet 8 banden. Van 80 meter tot en met 10 meter. Inclusief alle banden ertussen, alle amateurbanden. Dus inclusief 5 megahertz zelfs. Dat is erg leuk. En de grap is, heb ik voor de Xiegu nog het verpletterend lage bedrag van €204 betaald. 204, inclusief alles. BTW verzenden. Dus dat was het hele bedrag. Wat ik al ontzettend fraai vond voor zo'n ding. Maar de USDR, zoals het apparaatje heet, of USDX is het, als ik het goed zie, die kost €125 voor een korte golftransceiver met al die banden. Er zit, begrijp ik, ook nog een Morse decoder in die in het display dat weergeeft. Niet dat ik dat echt nodig heb, maar het is voor mensen die het wel nodig hebben natuurlijk wel een leuke extra. De bediening is wat minder comfortabel dan, maar wat er verder ook nog in zit is een CAT-aansluiting. Dat is natuurlijk wel verschrikkelijk handig. Hij heet toch USDR. Het printje staat USDX. Optimized and Modified. Aha, zodoende. En de QCX. Daar is hij van. Dat zie ik dus. Ik zag ergens ook QCX voorbij komen. Dat ding, dat ken ik ook. Daar is hij van afgeleid. Maar in ieder geval, het is een spotgoedkoop zendontvangertje. En ik heb niet lang over nadenken. Ik ben net jarig geweest. En ik had nog niets. Ik wist nog niets wat ik zo gauw wilde hebben. En ja, dit is natuurlijk een ideaal iets om te kopen. Support to connect to PC and use FT8, GS8 en FT4. And other digital mode software control support. CW automatic decoding. Ik vind het leuk. Ga eens kijken wat het doet. En dan heb ik misschien de komende 2 jaar weer een apparaat wat ik nog als enige gebruik. Nou, het is de bedoeling om dat ding ook portabel te gebruiken. En dan is het wel leuk dat die hier zo verschrikkelijk klein is. Vergeleken bij de Xiegu dan weer. Die toch ook wel klein is. Maar goed, SSB en CW doet hij. Erg leuk. Met diezelfde Koele Pascal had ik nog een discussie over de X-Face QRM Eliminator. Ja, ik
Ik vind dat dan echt, nou ja, goed, ik blijf haast in de superlatieven. Ik lijk Willem Duis wel, joh. Maar goed, Willem Duis had het altijd over zo'n grote vriend. Er kwam er iemand. Maar grote vriend bij Willem Duis, dat betekende dan altijd dat hij zakelijk met die man wat deed en er goed aan verdiende. En hoe meer hij verdiende, hoe beter die vriend was. En niks naast ten aanzien van Willem Duis. Wat een prachtig en hele unieke en vooral ook heel vaardige interviewer was. Maar de superlatieven en zijn goede vrienden die waren vermaard. Maar ik kan niet anders dan over die QRM-eliminator ook goede dingen zeggen. Dat ding dat is zo geweldig goed. En storing, mensen, is best wel een groot probleem. En ik heb geen, hoe zeg je dat, geen patenten hoor. En ook geen zakelijke belangen bij de X-Face-eliminator. Die al in de oorlog bekend was als Moffensafe. Maar de apparaatjes die halen echt je storing weg. Dat is echt ongelooflijk. Je moet er even mee leren omgaan. En niet altijd zijn mensen daar geduldig genoeg voor. Maar je krijgt de signalen gewoon terug. De gewenste signalen worden niet zwakker. En de troep die je kwijt wilt, die is gewoon vertrokken. Druk op de knop, hup, weg. Als je hem goed afgesteld hebt. En dat is dan voor die hele band, voor bijna de hele band het geval. Echt ideaal als je helemaal in de prut zit. Mooier is natuurlijk geen storing. Maar je hoeft niet te peilen. Je hoeft je buren geen nieuwe PLC-apparatuur te schenken. Het kost niks als je zo'n ding hebt. Je hebt nieuwe storing. Nou, hup, draai aan de knop en weg. Zo simpel. Nou, zo simpel. Die knop draaien, daar moet je wat vaardigheid mee opdoen. En ook met het bedenken van welke sensorantenne je wilt gebruiken. Dat is dan een tweede antenne die je gebruikt om die storing weg te krijgen. Maar het is een fenomenaal ontwerp en het is topsimpel. En dat is waar ik van hou. Ontwerpen die simpel zijn en uitermate goed werken. Jawel. Omdat het nieuws toch wat karig is, moet ik zeggen, zit ik terug te grijpen op een aantal dingen die ik vroeger in de uitzending op PI3 UTR vaak bekeken. Eigenlijk bij de Daily Minutes op PI2 NOS ook wel af en toe. Hoewel niet iedereen dat waardeerde, maar ik pakte er wel eens onderwerpen van die een beetje aan de zijlijn van de hobby zaten erbij. Bijvoorbeeld de site etherpiraten.com, dat had vaak ook wel een beetje een komische ondertoon dat ik daar aandacht aan besteedde. Er gingen wel eens dingen mis en ja, de manier waarop soms met dingen werd omgegaan. De site die doet niet veel meer. De laatste post is van 15 augustus en daarvoor 15 juli. En er staat niet bij of het van dit jaar is. Dus de site was ook een keer onderuit trouwens. Dan hebben ze helemaal opnieuw moeten opbouwen. Dat was wel een beetje lullig. Ik had ook wel medelijden. Even zien hoor. Het ene artikel is van 15 juli. Ik weet ook echt niet of dat van dit jaar is. Maar de piratenmuziek die staat op de inventaris immateriaal erfgoed in Nederland. Cultureel erfgoed. De cultuur van de piratenmuziek kenmerkt zich door een grote groep mensen die muziek uitzenden en beluisteren via internet of tijdens feesten. Het betreft de legale activiteiten die zijn voortgekomen vanuit de illegale etenpiraat. Etenpiraterij. En het andere bericht, dat is een maand recenter, in augustus. Ineens staat er weer een zendmast van 106 meter hoog. Een ongekende stunt van een Tilburgse vriendengroep. In het weekend hezen vrijdag een zendmast omhoog van maar liefst 106 meter lang. Om zo hun geliefde piratenmuziek door het hele land te laten klinken. Ook voor de piratenpolitie, het agentschap Telecom dat op piraten jaagt. Even kijken hoor. Het is gewoon een kat-en-muisspel. Maar goed. 106 meter is ook inderdaad, ik bedoel, dat is nog een stukje hoger dan de Lange Jan in Amersfoort, hè? Dat is voor wie het niet weet, de toren die in het centrum van de stad staat al sinds de middeleeuwen. Ja, ik heb wat ook mensen dan op NOS niet erg gepast vonden, tenminste lang niet iedereen, maar er waren toch wel een aantal mensen die daar kritiek op hadden en over klaagden. Dat was de site radiotvinnederland.nl. Dat is een website die gaat over omroepstations. En vooral in de tijd dat LPAM net opkwam op de Middengolf, heb ik daar veel over bericht, omdat het toch wel iets is wat bij zendamateurs ook speelt. Ik heb nu niet zo bijgehouden. Het lijkt alsof er meer zenders zijn dan dat er toen waren. Maar ik heb al een tijdje niet gekeken. Ik zou het even in een spreadsheet moeten laden om het precies te weten. Ik kan ook wat statistiek op loslaten. Dus even kijken of ik zo snel nieuwe dingen zie die ik nog niet kende, die enigszins in mijn omgeving zitten. Er is volgens mij niet zo heel veel. Ik weet niet of de zender in Nijkerkerveen er nog is trouwens. Want die zou er ooit mee ophouden, maar dat gebeurde vervolgens niet.
Nunspeet. Daar zit op 1287 kHz op de middengolf een zender. Eens even kijken hoor. Bennekom is ook niet zo ver weg. Die andere was, die ik net noemde, was 50 watt en deze is 100 watt. In Bennekom 1332 kHz. Maar dat is niet vlakbij. Even kijken, wat hebben we nog meer? Moet ik wel kunnen horen hoor. Ja, dan heb je op 1467. Wat volgens mij. Oh nee, de 1467 is. Daar zitten wel veel zenders op. Maar dat is toch een hoogvermogensfrequentie. Daar zit Radio Paradijs op in Utrecht. De bekende Radio Paradijs, die lange tijd de enige vergunninghouder voor de middengolf was. En die alle frequenties in handen had in die tijd. Omdat de ander het liet schieten. En hij vervolgens met een laag hoogbod. Even kijken hoor. In Baren zit Flashback op 1485. Dat is een 1 watt zender. 1 watt op de middengolf. ANT gaat ervan uit dat zo'n zender ongeveer 500 meter bereik heeft. Maar het zijn legale omroepstations. Die aan alle kenmerken voor legale omroepstations voldoen. Dus even kijken in Hulshorst. Dat is toch wat verder weg. Ook een 1 watter. Kesteren. Er zijn wel een heleboel die. Radio Paradijs heeft ook een 1 watt frequentie. Even kijken, want of die zender in Amersfoort er nog bij zit, die zie ik er even niet bij staan. Maar die zal vast nog wel hier zitten. Even kijken. Het is duur zo'n zender te hebben, dat is jammer. Ik had gehoopt dat de kosten minder zouden zijn, maar... Nee, Amersfoort staat er niet meer bij. Dus die zender is inmiddels uit de lucht. Die werkt met een meetzender, volgens mij. Hè? Dat is ook wel komisch natuurlijk. Maar ja, 1 watt, wat is het, hè? Zenders mogen in DRM zenden en in AM trouwens. Maar goed, er gebeurde ooit heel veel op dat gebied. En ja, nu is het gewoon... het is wel een... Hoe noem je dat? Er zijn wel redelijk wat wisselingen in vergunninghouderschap en de plaats waar het dan in de lucht is. Ja, volgens mij is het dichtstbijzijnde inderdaad in Baren. Alsof ik, dan ben ik alweer vergeten of dat een 1 watt of een 100 watt er was. Ja, dat is 1 watt. Flashback op... even kijken hoor. Flashback. Ja... Nee, er zijn een paar dingen die ik niet in de uitzending ga vertellen. Ik leg even dat ding weg, want dan kan ik toch wat makkelijker bladeren. Nee, er zit gewoon niet veel in de buurt. Dat is wel duidelijk. Oh ja, daar wil ik op zoek in Nijkerkerveen, maar die zie ik er ook niet meer bij. Dus. Nee. Dat was wel een 100 watter, maar die zie ik ook niet meer. Ik zou het wel heel leuk vinden om zoiets te doen. Maar ik bedoel, het is zo verschrikkelijk duur. En dan moet je het goed aanpakken. En dan moet je een grote zender hebben. Want voor zo'n 1 watt vergunning, dat heeft niet zoveel nut. Daar kun je toch niks mee. Ja, het enige wat je kunt is dat je op internet een stream kunt zetten. En zeggen van nou, maar kijk eens, ik ben een echte omroepzender. even kijken, wat hadden we nog meer? Nou, de vereniging, daar had ik niet zoveel interessant staan. Southgate, ARC ook niet. Waar ik wel in het verleden af en toe aandacht aan besteedde, dat was de nieuwsbrief van de IARU over wat vroeger de Intruder Watch was. Dat heet nu het IARU Monitoring System. Het rapport is enigszins anders samengesteld dan eerder. Ik vind dat wat minder overzichtelijk, moet ik zeggen. Vroeger kon ik het zo gebruiken, maar ik moet nu dat echt wel gaan voorbereiden. News and Infos, ik bedoel het even in het Engels hoor. October also brought us a large number of troublemakers that often massively interfere with amateur radio. As always in the first place, were the over the horizon radars, de opvolgers van de Woodpecker. Hè? Especially of course the well-known Russian container OTHR. Also the British radar base from Cyprus was massively more often active, particularly in the 15, 17 and 20 meter bands using 25 and 50 SPS. Different OTHR from China were present daily on several frequencies, so the one known under the nickname Foghorn, obviously also using different sweep rates, 20 or 50 sweeps per second, almost 10 kilohertz wide. In addition, we were often badly influenced by 160 kilohertz wideband radar with 10 sweeps a second. A shame.
Het bekendste zeg ik die van Iran. De on 10 meters, the Iranian OTHR was visible almost daily, mostly for hours and recently on other frequencies and with partly new sweep rates. So alternately 150 plus 313 SPS as well as 225 and 334 SPS or 315 870 SPS were observed. It also changes frequencies more often and no longer transmits for hours on a single QRG. QRG, nou mijn Engels is niet goed vandaag. However, we must be aware that we are not talking about hundreds of different radars, but objectively only a few sites that operate on different frequencies and with partly different sweep rates. This is also true for many other digital emissions, so let's not fool ourselves, it would be self-deception. In addition to OTHR, as usual, numerous digital transmissions from east and west were also noticeable, mostly military, en dan noemen ze een aantal modus, and various FSK stations with different bandwidths and baud rates, mostly from CIS states, etc. Depending on propagation conditions, some well-known familiar broadcast stations were also audible almost daily in Europe, including Radio Ethiopia on 7112 kHz, overduidelijk in de 40 meter band, with an often very strong signal. Also other stations were heard from time to time, if conditions permitted. Nou, dat is een lange loglijst. Het overzicht is te vinden op de site van de IARU Region 1. En die site dat is www.iaru-r1.org. Dus www.iaru-r1 van Regio 1.org. En dan kun je IARU MS, als je daarop zoekt in de tekst, dan kom je het linkje tegen. Ik heb nog een oude serie die ik misschien nog wel uit de mottenballen kan vissen. die heb ik ook al één of twee keer eerder uitgezonden, maar het is wel erg leuk. En ik ben momenteel weer helemaal into de Duitse krimis. Dat gaat een paar jaar gaat het zo en dan kijk ik helemaal niet naar en dan vervolgens weer wel. Maar ik weet niet of ik deze ook als vervolgverhaal ga lezen, maar er zijn volgens mij 12 of 13 afleveringen van de Duitse krimi. Dit is deel 1, is geschreven op 11 juni 2009. Dus dat is echt al een hele poos geleden. 12 jaar, om precies te zijn. Nou, en een half of zo. Ik heb door de jaren heen af en toe wel eens wat minder vaak naar gekeken, maar ik ben altijd wel een groot liefhebber geweest van Duitse krimis. De Engelse detective-series zijn ook leuk. Er is vermoedelijk evenveel geld tegen aangesmeten. Budgetten die je bij de Nederlandse omroepen zelden tegenkomt. Ze zijn ook slimmer, die Engelse commissarissen, dan de Duitse. En subtieler en meer realistisch in de Engelse series. Hoewel, ik heb al vaak geroepen bij Murder, She Wrote, bij Agatha Christie, dat het toch wel gek was. Ik bedoel, ik heb in heel mijn leven gelukkig nooit een moord van erbij meegemaakt, of zelfs op enige afstand. Maar waar Jessica Fletcher, Miss Marple, inspecteur Morse, Tom Barnaby ook komen, de arme slachtoffers vallen er als vliegen. Jessica Fletcher op vakantie, D.L. en Pasco in Amsterdam, ze zijn het vliegtuig nog niet uit of ze struikelen vaak letterlijk al over de lijken. Duitse krimis hebben veel meer dan de Engelse detective-series cultstatus. Het gaat helemaal niet over de werkelijkheid. Het gaat, zoals bij Dirk en Der Alte vaak, alleen over ontzettend rijke mensen. Bij de Duitse krimis is het allemaal tamelijk irreëel en gewoon cliché. De belangrijkste onderzoekers in de krimis twijfelen nooit. Het zijn haast onwaarschijnlijke doden in een wereld waarvan je in veel gevallen denkt net goed. Die bovendien op de meest prachtige plekken als decor gepleegd zijn, in dure maatkleding. In de Anglo-Saxische politie-series denk je vaak wat slim. Bij de Duitsers denk je veel meer wat een held. Of ik wou dat ik op dat politiebureau mocht werken. Al was het maar een dag. Zoveel rechtvaardigheid. Hoewel de auto van Morse ook onwaarschijnlijk is, zijn de zelfverzekerde Duitse regisseurs die het bovendien altijd al lang voor de kijkers en hun assistenten blijken te weten en doorzien, ondanks hun tegelijk vaak onwaarschijnlijk schamele kantoren, op een nog veel onwaarschijnlijker wijze goed gekleed. Had Columbo zijn na aankoop nooit echt meer gewassen jas al jaren voor de serie begon als hondendeken in gebruik, de jassen van Dirk lijken, hoewel het altijd van het prachtige model is, stevast nieuw en voor het eerst gedragen. Detectives als de Seritator zijn daarentegen soms weer van een ander type. Szymanski zag er regelmatig bezweet en vaak underdressed uit. Het droeg juist bij aan zijn enorme cultstatus en zijn charme. En mede hoofdpersoon Henschen met zijn overgewicht kon in de serie nooit van eten afblijven.
Terug naar mijn eigen passie voor de Duitse krimi. Er zijn jaren geweest dat ik iedere vrijdag of zondagavond aan de buis gekluisterd zat. Dat begon in de jaren 80 al. En ik heb dat tot zeker eind jaren 90 vaak gedaan, meestal gedaan. Recent heb ik de series weer een beetje herontdekt. Dat was in 2009. Lang geleden hadden we als buitenlandse kanalen alleen de Duitse zenders. Gaandeweg zijn die zenders steeds verder achter in de kanalenlijsten van de meeste tv's geraakt. En dat is onterecht. Nou, eergisteren begon ik met het herhalen van de serie. Ik heb daar wat reacties op gehad. De meeste mensen die kennen me inderdaad al. Ik ga ook wel nieuwe dingen doen. Ik weet nog niet precies wat. Ik heb al wat suggesties, maar we gaan het zien. Ik had toen 4 afleveringen uitgezonden. Ze waren nogal kort. Ik had er 2 aangekondigd. Dus ik weet niet wat ik nu doe. Als er 2 lange staan, dan doe ik er 2. En zijn ze heel kort. Want er zat een verschil in lengte in. De lengte hing ook af van het nieuws wat ik zo'n dag beschikbaar had. Dus als ik veel nieuws had, ja, dan werd de serie korter. Dus op die manier werkte het ongeveer. Ja, met die erfenis zitten we nu. Notabene, bij de uitzendingen die staan op mijn website en die op de stream worden uitgezonden, daar zit een item in het Engels over nummerzenders achteraan. Dat ontbreekt bij YouTube vanwege auteursrechten. Komen we nu toe aan deel 5 van de historie over de zendamateur hobby. Dat is een eigen serie op basis van onder andere Wikipedia, maar ik betrek daar ook een aantal andere bronnen bij. Een hoop eigen kennis met boeken die ik heb en ik google er ook nog wel wat bij langs. Ja, vrijdag was er iemand die vroeg of SSB niet een Collins-patent was. Ik heb dat even opgezocht. Het eerste patent in de VS voor SSB-modulatie is toegekend op 1 december 1915 aan ene John Renshaw Carson. Carson, die eerder docent was bij MIT en Princeton, werkte op dat moment voor AT&T. In 1922 publiceerde Carson ook de wiskundige onderbouwing voor FM, inclusief de zogenaamde Carson Bandwidth Rule, de Carson bandbreedteregel, waarmee de bandbreedte van een FM-signaal in telecommunicatiesystemen kan worden berekend. De Amerikaanse marine experimenteerde voor het begin van de Eerste Wereldoorlog met SSB. De eerste keer dat de modulatie commercieel gebruikt werd, was bij een telefoonverbinding op de Lange Golf op 7 januari 1927. SSB werd daarnaast gebruikt in lange afstandstelefoonlijnen via draden dus als onderdeel van een techniek voor frequency division multiplexing al in de jaren 30. Amateurs begonnen na de Tweede Wereldoorlog serieus met SSB te experimenteren. Dat wekte de interesse van de Strategic Air Command in de VS die in 1957 SSB voor de communicatie van hun vliegtuigen tot standaard maakte. Die laatste beslissing is waarschijnlijk weer de aanleiding dat SSB nu voor de meeste korte golfverbindingen amateur of professioneel gebruikt wordt. We gaan nu naar waar we gebleven waren, de historie tussen de beide wereldoorlogen. De amateurs zijn internationaal altijd heel goed georganiseerd geweest. Om die reden kregen de amateurs ook voor elkaar dat er internationaal erkenning was. Een belangrijke mijlpaal in deze was de oprichting van de IARU in 1925. IARU is een internationale organisatie van amateurverenigingen. Per land is 1 amateurvereniging lid. Sinds de conferentie in 1927, waar ook de eerste amateurbanden en de amateurroepnamen werden vastgesteld, doen de amateurs ook mee aan internationale radioconferenties en geldt de amateurdienst als een gelijkwaardige radiodienst, gelijkwaardig aan andere ethergebruikers. De eerste keer dat amateurs in een wet genoemd werden, dat was in 1904 in Engeland. Ik heb nog niet precies kunnen vinden hoe dat in Nederland ging. In Nederland werd in 1905 de Telegraaf- en Telefoonwet van kracht, die in Nederland alle verkeer via de radio en ook een deel van het verkeer via kabels aan banden legde. Vanaf dat moment was in Nederland voor iedere zender een vergunning nodig. Ook luisteramateurs vielen onder de vergunningplicht. In 1913 was het de bekende radiopionier Jan Korver bekend van het Radioamateurmuseum, die aan minister Lely demonstreerde hoe eenvoudig het was om de radiosignalen uit de lucht te plukken. Dat leidde er vervolgens toe dat in het voorjaar van 1914 werd besloten dat de vergunning voor luisteramateurs vanaf dat moment in Nederland gratis zou zijn. Alleen als een luisterantenne minder dan 1500 meter vanaf een Rijkskuststation geplaatst was of als hij hoger was dan 30 meter was een vergunning nodig. De vrijstelling duurde echter niet heel lang. In 1917 kwam er weer een algeheel verbod vanwege de Eerste Wereldoorlog. Ja, de serie De Historie van onze zendamateur hobby is een eigen productie, bij elkaar gescharreld vanuit een steeds groter wordende groep bronnen, waaronder Wikipedia, Instituut Beeld en Geluid, eerder eigen onderzoek en een groot aantal door mij gelezen boeken en tijdschriften en geraadpleegde websites. Vandaag deel 6 van deze serie, die wat dieper ingaat op het leven van Jan Korver, in Nederland een van de grondleggers van onze hobby. De volgende tekst die ik als onderdeel van de serie over de historie van het zendamateurisme gebruik, is grotendeels afkomstig van de site van het Instituut Beeld en Geluid. De tekst is enigszins herschreven en op diverse plekken door mij aangevuld.
Jan Korver bezocht na de middelbare school de zeevaartschool. Hij ging echter niet de richting van de zeevaart uit, maar werd in 1897 journalist bij de Leeuwarden Courant. Zijn werkterrein bestond daaruit het verslaan van rechtbankzaken en vergaderingen van de gemeenteraden en de Staten-Generaal. In 1908 werd Korver redacteur bij de tachygrafische inrichting van de Tweede Kamer de Staten-Generaal. Deze dienst had tot taak om de discussies van de vergadering van de Tweede Kamer samen te vatten in een kort verslag. Dit verslag verscheen in die tijd nog dezelfde dag in druk en werd aan abonnees toegestuurd. De dienst werd overigens in 1924 wegens bezuinigingen opgeheven. Korver was toen inmiddels directeur geworden en eindigde zijn dienstverband met een wachtgeldregeling en een onderscheiding, ridder in de orde van Oranje-Nassau. Korver, die dan in Den Haag woont, voelt zich aangetrokken tot de natuurwetenschappen en hij wordt lid van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, vereniging nog met twee E's. De afdeling Schraven, Hagen en Omstreken omvat 17-tal actieve leden, die noemen zich de lustige meteorologen, waaronder de latere PTT-ingenieur en radioamateur van het eerste uur, A.H. de Voogd, Voogd met een T. Korver raakte daar gebiologeerd door de Morse-telegrafie. Hij legde zich samen met een klein groepje geestverwanten toe op het construeren van ontvangstapparaten voor draadloze telegrafie. In het kerstnummer van het weekblad Panorama, dat toen al bestond, van 1913, schrijft Korver een artikel over de bereikte resultaten. Het artikel levert een groot aantal reacties op van amateurs uit het hele land. Kenmerkend is dat deze meestal maatschappelijk goed gesitueerde amateurs alle benodigde apparatuur en antennes zelf maken. Ze gebruikten daarvoor in de regel alledaagse materialen, zoals gordijnroeden, dassenknijpers, bezemstelen, fietsbinnenbanden, etc. Aangemoedigd door dit succes schreef Korver in 1915 zijn eerste radioboek, het draadloos ontvangststation voor den amateur. Gedurende de periode 1914 tot en met 1915 verzorgde hij de rubriek draadloze telegrafie in het verenigingstijdschrift Hemel en Dampkring. Tot het eind van 1919 betekent de ontvangst van draadloze signalen het luisteren naar morsetekens. In Den Haag is een groepje dat zich bekwaamt in het sounderen, dat wil zeggen het op het gehoor opnemen van morsetekens, zoals dat toen heette. Leden van het groepje naast Korver zijn L.A. Bakhuis, die is referendaris van het ministerie der koloniën, T.E.W. Domseler, dat is een oud zeeofficier, F.A. Koch, een architect, O.P. Koch, en die is de tandarts van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, en verder de bekende Hanso Henricus Schotanus A. Steringa Itzerda, een fabrikant die in Nederland beschouwd wordt als de grondlegger en uitvinder van de radioomroep. Laatstgenoemde fungeert als voorzijner. Door de groep amateurs uit Den Haag werden draadloze communicatieproeven over afstanden van enkele kilometers met kleine transportabele zendontvangertjes uitgevoerd in het vrije veld. In de weekenden brengt een Hubmobiel, een Amerikaans automerk dat tussen 1909 en 1941 bestond, met het kenteken H4227, de deelnemers diep in de duinen bij Den Haag of tijdens vakanties naar de Veluwe. Daar werd dan gekampeerd. De experimenten betreffen onder andere de richtwerking van lange over de grond uitgelegde draadantennes. Een opmerkelijk clublid is overigens mevrouw D.C. Koch-Lebret, een in scène bedreven dame, zoals ze tussen aanhalingstekens staat. De eerder genoemde Itzerda heeft in de tijd een radiotechnisch bedrijf. Begin 1916 ontwerpt en levert hij aan de militaire autoriteiten een richtingszoeker. Hiermee kunnen, terwijl de Eerste Wereldoorlog om Nederland heen woedt, langs de kust passerende Duitse zeppelins worden getraceerd. Deze productie leidt tot een contract met de Rotterdamse bankier en radioamateur Veder en het tot stand komen op 19 maart 1916 van de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie, de NVVR. En dat is een voorloper van de VERON. Dat wil zeggen één van de verenigingen die na de oorlog in de VERON opging. Deze vereniging omvatte zowel zendamateurs als professionele radiotechnici. Korver is tot 1918 secretaris van de NVVR. De vereniging vindt voor haar publicaties voorlopig onderdak bij het Maandblad voor Telegrafie en Telefonie. Korver publiceert hierin een aantal radiotechnische artikelen. In 1918 krijgt de NVVR haar eigen maandelijkse tijdschrift Radionieuws. Korver is van 1918 tot 1935 redacteur van dit blad. Op 6 november 1919 zendt collega en radioamateur Hanso Itzerda vanuit een geïmproviseerde studio in Den Haag een radioprogramma uit. Dat is een Europese en een wereldprimeur. Van tevoren heeft hij in de nieuwe Rotterdamse Courant, de NRC, het muziekprogramma aangekondigd. De groep van luisteraars naar de PCGG-zender, die programma's uitzendt, wordt gevormd door een duizendtal radioamateurs.
Het unieke van de uitzendingen van Steringa Itzeda was dat het een uitzending op een geregeld tijdstip betrof en dat het bovendien van tevoren werd aangekondigd. Dat is bij andere radiopioniers vaak niet in zijn geheel het geval. In de periode van 1917 tot en met 1922 gaf Jan Korver lezingen met demonstraties voor plaatselijke afdelingen van de NVVR. En dat wil zeggen Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Arnhem, Nijmegen en Beverwijk. De apparatuur hiervoor werd door hem zelf gebouwd en het waren destijds geen kleine apparaten, ze werden per trein naar de lezingen vervoerd. Groot succes boekt Korver met de demonstraties van het radiotelefoniesysteem van Itzada. Zender en ontvanger werken beide met een raamantenne en staan in dezelfde zaal opgesteld. En als het mogelijk is, wordt bij de demonstraties ook de ontvangst van de PCCG-uitzendingen vanuit Den Haag ten horen gebracht. In maart 1923 verschijnt het weekblad Radio Express, de sneldienst van Radio Nieuws. Korver blijft tot 1948 als redacteur verbonden aan dit blad. Radio Express, RE, volgt de ontwikkeling van de radiotechniek op de voet en verwerft zich de reputatie van grote betrouwbaarheid. Het aan het blad verbonden RE-laboratorium is hiervoor de basis. Korver en enkele medewerkers beproeven hier de in RE te publiceren schakelingen. De radiolaboratoriumapparatuur hiervoor is grotendeels zelfbouw op basis van afgedankte radioontvangers van de eerste generatie. Tijdens de in de jaren 30 heersende economische malaise wordt het zelfbouwen van radio's voor velen een bittere noodzaak. Radio Express voorziet in de hiervoor benodigde kennis. Korvers demonstratie voor de Nederlandse Dagbladpers in juli 1930 van de ontvangst van experimentele televisiebeelden uit Engeland vormt ongetwijfeld het grote hoogtepunt in de bestaansduur van het blad. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer: everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3 JVB, voor altijd de Joker van België.